op straat in Nijmegen is maandagochtend een steiger omgevallen door de harde wind. Er is veel schade aan geparkeerde auto's en raakte niemand gewond. De aannemer zou de steiger hebben zien vallen en iedereen gemaand hebben snel uit het gebied weg te gaan. De 50 meter lange steiger ligt over de toren op straat heen en maandag wordt hard gewerkt om de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken. De steiger stond tegen het Nimco-pand aan en daar wordt gebouwd aan appartementen boven de oude Nimco-schoenenfabriek.